gaan naar België. Nog is er geen regering in België na 215 dagen. En er is een actie op touw gezet. Twee bekende Walen die hebben opgeroepen tot de zogenaamde baardactie. Er is op deze kerstdag een nationaal record gebroken. Nooit eerder in de geschiedenis van ons land duurde de vorming van een regering langer. De regeringsonderhandelingen in ons land zijn nu officieel de langste ooit in Europa. Vandaag zijn we dag 208 na de laatste verkiezingen. Mais je déplore la situation, la puissance, voilà. Laat er maar wat meer vrouwen met pits komen om het eens orde op zaken te stellen. Il faudrait peut-être, comme à l'époque des élections pontificales, les mettre tous dans une même pièce et ne pas les laisser sortir avant une solution. De mensen beginnen echt gaan buiten worden, hè? Ne soyez pas surpris. Par cette pilosité, j'ai décidé, sur l'initiative de mon camarade, qui vient présenter, nous avons décidé de ne plus nous raser tant que nous n'aurons pas de gouvernement en Belgique. Voilà. Eh bien, si tous les gens qui, comme nous, se disent qu'il est grand temps que nous ayons un gouvernement et qu'il faut faire un petit effort chacun de sa côté, veulent se joindre à nous, laissez pousser votre barbe et nous saurons que nous sommes tous solidaires d'une Belgique unie et qui s'en sort. Et au poil, une Belgique au poil. Une Belgique au poil. Urbanus. Ja, ik heb eigenlijk een veel beter idee. Ik vind dat alle vrouwen, zolang dat er geen regering is, elke dag 1 centimeter hun décolleté moeten laten zakken. Dan komt er nooit een regering. Ja, maar dat is de bedoeling. Is het zo dat u aanhaakt aan de actie, dus dat u de baard langer laat groeien? Nee, eigenlijk sta ik niet te popelen. Volgens mij komt dat idee uit de hoek van de partijen die verloren hebben. Kijk, het zit zo, de Franstaligen, die zeker in de rand rond Brussel en zo, ja, die hebben al 50, 60 jaar privileges en die eigenen zich zomaar rechten toe. La Belgique à papa heet dat. En telkens als er een Vlaamse regering zegt, ja, nu wordt het toch wel te gortig, ja, dan, ja, wij vragen niks. En dan zijn het altijd de Vlamingen die maar toegevingen omdat geen dingen zouden gebeuren, like nu. En uiteindelijk is er nu een partij die zegt, wij gaan ook de boel laten verrotten. En ik ben een beetje bang, ja, dat ze het volk tegen die partij nu aan het jagen zijn. Hè. Meneer Van Rossum, hoe erg is het eigenlijk? Ja, het is alleszins economisch erg. We zien dat het aanslepen van die regeringsonderhandeling ertoe geleid heeft dat de spread, dat is het verschil tussen de interest die de Belgen moeten betalen en die de Duitsers betalen, gestegen is tot 1,5%. Dan moet je weten, eind januari, dat is een traditie sinds jaren, moet de Belgische staat geld lenen door obligaties uit te geven. Die dienen eigenlijk om de obligaties van 10 jaar eerder terug te betalen. Dus nu, januari, moeten we 60 miljard lenen. Wij gaan 1,5% meer betalen daarvoor. Dat wil zeggen, dat is 1 miljard dat alle Belgen zullen moeten betalen. Maar heeft dat iets te maken met het feit dat het kabinet er nog niet is? Dat heeft er zeker mee te maken. Hè. Dat wil zeggen, dus de markt, degenen die speculeren op de markt, ja, die speculeren tegen België. Die brengen onze obligaties in discrediet, terwijl dat er objectief gezien geen enkele reden is om dat te doen. Maar dat heeft heel verstrekkende gevolgen. En namelijk, op den duur gaat ook de lange termijnrente voor hypotheken naar omhoog gaan. Dan mensen die willen een huis bouwen, gaan veel meer moeten betalen. Dan gaat dat weer een invloed hebben dat de immobiliermarkt achteruit gaat gaan, enzovoort. En ik vind het echt onverantwoord dat ze er niet in slagen om, ach, was het maar tijdelijk, van toch nu een regering te maken en te zeggen, bon, die problemen over de staatshervorming, die zullen we in de loop van die 4 jaar oplossen. Hoe lang kan uw baard worden? Oh, ik vrees. Lijkt dat ze nu bezig zijn dat ik op den duur niet meer met de fiets ga kunnen rijden, omdat mijn baard in de ketting gaat draaien. Laten we eens kijken, want dit speelt natuurlijk al lang. Het speelt al lang, althans, dat er met enige gêne gesproken wordt over hoe België zich ontwikkelt. Onder meer door u, Urbanus, uit de jaren 80, denk ik. Hier loopt zo de taalgrens. Daar wonen de walenkoppen! En van deze kant wonen de goeie. En in mijn dorp woont er een boer. Het was oorspronkelijk een fiere Vlaming, maar hij is overgelopen naar de Walen. En iedere dag koopt hij zich 2 kranten, een Franstalige en een Vlaamse. Die Franse krant zit hem heel de dag uit te lezen om ons te provoceren. En dat Vlaams krantje, dat ligt op zijn wc.
Ja, maar ze zijn onlangs met hem toch naar de psychiater mogen lopen, want zijn gat was al veel slimmer als zijn kop geworden. U was daar dus toen al mee bezig met die kwestie? Ja, dat heeft al. Ik heb altijd aan de rand van Brussel en aan de taalgrens gewoond. En eigenlijk, de mensen onder elkaar, dat is altijd oké, het is politiek. Maar ik woon aan de Waalse, aan de taalgrens. En wij nemen zo'n beetje dat Far West-gevoel van de Walen over. Zo bij ons is dat zo. Degene die zijn papieren invult, die krijgt controle. Maar wie dat gewoon weggooit, die laten ze met rust. En, wij doen dat ook een beetje nu. En, maar kijk zo wat er zo. Je moet dat zo wat vergelijken. Stel, ik ben een Waal, mijn dakgoot lekt, maar dat lekt wel op jou, in jouw achterkoertje. Ja, en dan zeg je, die dakgoot is niet laten repareren. Oh, ik heb daar geen last van. Als je zin hebt om een loodgieter te bestellen, dat mag. Of stel, wij krijgen hier, hoeveel zitten we hier? We krijgen 7 croissants en ik neem er daarvan 6. En dan protesteert er iemand. Ja, maar Oké, ik geef er een paar terug. Maar dat is al een zware toegeving. En zo gaan de onderhandelingen? Ja, ik heb ze. Ja, als je zo rond Brussel woont. Ik heb er altijd in Brussel gewoond. En ik had altijd het gevoel dat ik. Je voelt je tweederangsburger. Ja, een witte neger. Was gewoon een witte neger. Je gaat een winkel binnen en dan word je zo aangesproken. Vouloir avoir quoi? Oui, moi, vouloir avoir pantalon. Dan is dat een Vlaming die daar werkt, maar die van de baas verplicht is om iedereen in het Frans aan te spreken. En ja, die arrogantie, ik heb dat toch altijd aangevoeld. Ik heb een tijd in het leger gezeten, in Aarlen. Dat is helemaal diep in Wallonië. Ja, ik heb ook in het leger gezeten. Dat vind jij geruststellig eigenlijk. Ja, nee, maar ik moest dan bij de chef, want ik werd in de keuken. En die zei, comment tu t'appelles? Een soldat, milicien, servrans, urbain. Maintenant tu t'appelles sal flamain. Dus vuile Vlaming. Ja. Wij moesten dat maar normaal vinden. Meneer Verrassing, we hadden het over tweederangs burger, wordt u in Brussel beschouwd. U bent toch een politicus. U heeft met een aantal mensen in het parlement gezeten. Ja. Een paar jaar geleden. U stelt zich geloof ik volgend jaar weer kandidaat als die mogelijkheid bestaat. Ik wil het in ieder geval doen, omdat ik wil er iets aan doen dat men de boel niet laat verzieken. Want straks begint de rentesneebal weer te lopen. Dus het systeem van de rentesneebal is dat je moet gaan lenen om je interest te betalen. En dan de interest tegen nog, je moet weer lenen. Ik geloof dat u erg financieel-economisch geïnteresseerd bent. Terwijl het natuurlijk ook vooral om een culturele kwestie gaat. Namelijk, accepteer je van elkaar dat je één land bent en dat je dan concessies doet en dat je een beetje met elkaar omgaat. Is dat ook niet een belangrijk punt? Ze hebben het verkeerd aangepakt, hè. Wat hadden ze eerst moeten doen? Men had eerst artikel 35 van de grondwet moeten bekijken en overeenkomen. Wat willen Walen en Vlaming nog samen doen? Ja, behalve voetballen en nog wat. Een keer dat vast stond, konden we kijken hoeveel centen zijn daarvoor nodig. En dan hoeveel kan er naar de gewesten gaan. Nu doen ze totaal andersom. Ze willen de financiering splitsen. Maar ze weten eigenlijk niet wat we nog gemeenschappelijk gaan doen. En dat komt maar gaat het allemaal om geld? Het gaat hoofdzakelijk om geld en het gaat ook om die Waalse mentaliteit, dat Waalse hangmatsocialisme. In Wallonië. Wacht even, leg dat eens uit, het hangmatsocialisme. Ja. Dus in Wallonië zijn er 2,5 keer meer structurele werklozen dan in Vlaanderen. De structureel werkloosheid is meer dan 2 jaar in de werkloosheid. En dat is omdat ze in een hangmat liggen? En dat is omdat ze zich wentelen in de sociale zekerheid. Want als onkelings haar vingertje opsteekt en zegt aan de sociale zekerheid mogen niet raken, dat is de solidariteit. Nee, de solidariteit is dat zij verwachten, ja, die werklozen moeten betaald worden, dat Vlaams geld naar daar gaat. Oké, dus dat is het punt. Er gaat geld van de Vlamingen naar de Walen. En die Walen die, hoeven dan niet te werken, want die krijgen dan een uitkering. Is dat het beeld? Wel, het is zelfs zo. Voor besparingen hebben ze geprobeerd dat de RTBF en de VRT zouden samenwerken. De Waals en de Vlaamse omroep. Ja. En de RTBF zou overdag uitzenden. En de VRT zendt dan s'avonds uit voor alle mensen die terugkomen van hun werk. Maar is dit, denken jullie, in alle serieusheid ooit op te lossen? Want dit, zolang België bestaat, is dit eigenlijk toch al zo. Dat het gewoon twee kampen zijn die tegenover elkaar staan, elkaar beschimpen. Vroeger was Wallonië rijk en Vlaanderen arm. Nu is Vlaanderen rijk en Wallonië arm. Maar ja, je blijft tegenover elkaar staan. Ja, ik denk dat het normaal is. Ik denk dat er ook in Nederland regio's zijn waar het minder goed gaat. En dan gaat er geld van naar daar.
Maar ja, jullie worden door die regio die je helpt toch niet elke dag uitgescholden. En dan proberen die ook nog een keer je achtertuintje te stelen. Ja. Want ja, dat is toch wat wij aanvoelen. Meneer Van Rossum, u bent republikein, heb ik gelezen. Juist. Maar is toch het Koningshuis eigenlijk niet het enige instituut die dat land nog bij elkaar houdt? Het Koningshuis en sociale zekerheid. Hè? En daarom zie je dat de Walen zijn nu enorm koningsgezind. Mm-hmm. Terwijl ten tijde van de koningskwestie, juist na de Tweede Wereldoorlog, hadden de Vlamingen een meerderheid koningsgezinden en de Walen een minderheid. Dus het is om zo. En men gebruikt de koning en die zogezegde solidariteit via de sociale zekerheid doodgewoon om het status quo te behouden. En on ne demande de rien, we vragen niks. Dat is wat dat de Walen zijn. Dus en dan raak je er niet uit, maar dan voorstellen, zoals door een fameuze liberaal de Hucht gedaan, van ja, maak dan een regering zonder de Vlaams nationalisten erin. Dat wil zeggen, mensen, hebt allemaal wel mogen gaan stemmen, maar de grootste partij, sorry, die mag niet meespelen. Wanneer is het record verbroken? Van 11 februari heeft België eindelijk een wereldrecord. Hè? Het wereldrecordkabinet gemaakt. En wie heeft dat nu in handen? En nu is het Irak die het in handen heeft. Dus. En hoe lang hebben wij het volgehouden op zijn langste schets? Dat was het kabinet Den Uylde. Tenminste, dat tweede kabinet Den Uylde toen die kwam. Dat werd het kabinet van Acht Wiegel. Dat was 211 dagen. Dat was ook lang. Maar je ziet nu wel dat België nou, inmiddels door ja, al die principiële verschillen die wij niet hebben goed begrijpen. Allerlei maatregelen die ze moeten nemen, nu ten tijde van de crisis ook niet nemen. Ja. En nu langzaam het rijtje van Portugal, Spanje, Griekenland aan terechtkomen is als het gaat om kansen om Europese landen in de eurozone die failliet dreigen te gaan. Ja. Dat is ook de reden geweest waarom de koning heeft gezegd, jongens, doe nou iets. In ieder geval een noodbegroting. Het is totaal niet failliet. Nee, is niet failliet, maar als ze, u kwam zelf net ook met die rentetoestanden allemaal, als ze niet snel financieel wordt ingegrepen, dan moeten wij straks nog helpen. Dan gaan we altijd meer. Die winkel van Albert Heijn. Ja, ja. Dat is allemaal Albert Heijn. Ja, zo, als een Nederlander tegen een Belg zegt, het is een win-win situatie, dan is dat meestal twee keer win voor de Nederlander. Niks gewoon. En langs de Walenkant is dat ook zo. Wij zijn de negers van Europa. Straks liggen jullie allemaal in hangmat en wij maar betalen. Dat is het eigenlijk van ons.